Binnen de operatie Veilig Suriname bestaan er plannen om ten aanzien van de verkeersveiligheid verkeersattributen aan te schaffen. Dit zei minister Kenneth Amoxie op dinsdag 15 februari tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Rijwet 1971. Dit wetsontwerp werd met 42 algemene stemmen door het parlement aangenomen. In operatie Veilig Suriname zijn er ook plannen, eigenlijk geen plannen, maar er zijn ook voorstellen om ook verkeersattributen aan te schaffen. En dat zijn tintmeters en snelheidsmeters. Dus we zijn ook doende die spullen aan te schaffen. Ten aanzien van de vragen, de opmerkingen van het geëchte lid Chang. Dat van bromfietscertificaten zullen worden meegenomen en nader worden uitgewerkt in het rijbesluit. Ik kan u aangeven dat we zeker niet stil hebben gezeten. En we zijn bezig met de rijwet, maar zaken die hun doorwerking hebben naar het rijbesluit worden ook meegenomen om ze daar uit te werken en ze dan mee te nemen wanneer het rijbesluit wordt aangepast. Dan gaan we stemmen. Wet van houdende nadere wijziging van de rijwet 1971 GB 1971 nummer 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2007 nummer 92. Artikel 1 woord op stemming. Artikel 2 woord op stemming. Considerans en intitulé woord op stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Voor. Wie is tegen? Natuurlijk niemand. Dat betekent dat de wet met algemene 42 stemmen is aangenomen. Goed, dank u wel. Gefeliciteerd, regering en ieder die hard hebben gewerkt aan ieder die hard heeft gewerkt aan de behandeling om te komen tot dit moment van aanname.